allemaal, het is vandaag maandag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Zoals jullie misschien kunnen zien ben ik niet thuis, ik ben bij Miel thuis. Ik was er gisteravond blijven slapen en hij is nu naar school toe, maar ik ga zo meteen naar de stad. Maar de winkels gaan pas om 12 uur open, dus ik wacht gewoon hier en dan ga ik vanaf hier naar de stad. Maar ik zie nu dus dat mijn camera leeg is en ik wilde hem echt vet graag meenemen naar de stad om dingen te filmen en zo. Dus dat ga ik dan maar gewoon met mijn telefoon filmen, als jullie dat niet heel erg vinden. Want ik vind het wel leuk om dat te filmen, een soort kleine pashokjes shoplog. Want ik heb even allemaal zwarte kleren nodig voor stage. Want ik heb nog maar 1 zwarte broek, 2 zwarte topjes en ik moet 4 keer in de week iets zwarts aan. Dus ik heb echt even nieuwe dingetjes nodig. Dus daar ga ik eventjes voor kijken. En de stad is hier toch lekker dichtbij. Daarna ga ik naar huis. Ze komen er als goed is een paar pakketjes binnen. Waar ik heel erg veel zin in heb. En vanavond ga ik weer dansen. En misschien dat we daarna gaan oefenen. Ik weet niet. Misschien niet. Misschien wel. Dat zie ik vanavond wel. Dus ja, ik ga nu even hier lekker bij Miel thuis. Hollands Next Topmodel kijken. En Goede Tijden. En ja, ik ga niet te veel van het huis filmen. Want daar vragen hij en zijn moeder ook niet om. Dus ik krijg gewoon even dit stukje zo. Maar ja, ik ga even Goede Tijden kijken. En ik ben nu mijn vlog aan het uploaden. Maar gisteravond duurde het zo lang voordat hij zeg maar geëxporteerd was naar mijn computer. Nou, dat was echt niet normaal. Dus ik ben bang dat hij misschien niet op tijd online komt. Oké, nu overdrijf ik, want het is pas 10:30. En hij hoeft pas 4 uur online te komen. Maar ja, we gaan het zien. En aankomende donderdag komt de 10.000 calorieën challenge online. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Dus ja. Ik ga nu mijn camera uitzetten, want hij valt echt bijna uit. Er staat zeg maar zo'n oplaaddingetje met een streepje er doorheen. Oh ja, en ik moet echt mijn haar vanavond wassen, want het is heel vet. Maar ik had er geen zin in. En ik dacht, vanavond ga ik toch dansen, dus dan kan ik het beter na dansen wassen. Oké, goed verhaal. Ik ga de camera uitzetten en Goede Tijden kijken. En ik zie jullie zo meteen in de stad. Met mijn telefoon film ik dan en niet met mijn camera. Mijn camera is 4%. Ik heb hem even snel opgeladen. En ik ga even laten zien wat ik nou uiteindelijk heb gekocht. Bij de H&M heb ik ook nog deze kussensloop gekocht. Licht roze, een beetje. Ja, echt super lekker zacht. Deze was 15 euro. En ik moet heel even online kijken voor een binnenkussen. Want die hadden ze niet meer in deze maat. Maar ik vind het heel erg leuk, want ik wil wat meer roze in mijn kamer. Dus deze. Dan heb ik nog iets gekocht wat niet in het pashokje gefilmd was. Namelijk deze trui. Ik wilde hem al heel erg graag kopen. Want ik vond dit gewoon een hele mooie kleur. En dat was 20 euro. Maar toen kwam ik opeens bij de kassa en was hij nog maar 4 euro. Nou, dat vind ik geen geld. Vind ik zeker geen geld. En dat was omdat deze kleur uit het assortiment gaat of zoiets. Ik heb hem in een maatje XS. En het is gewoon zo'n hele simpele hoodie. Met capuchon voor dus maar 4 euro. En die vond ik gewoon eventjes om te hebben. En dan uiteindelijk heb ik bij de H&M 2... Oh, mijn nagel. Oh, dit doet heel veel pijn. Oh. Alleen deze gekocht. Want ik ging natuurlijk voor zwarte dingetjes. Deze en deze was maar 10 euro.
En dan dezelfde in het zwart, hoe heet dat? Met een colletje eraan. Ook maar 10 euro. En dan bij de Zara had ik ook nog twee shirtjes gekocht. Twee zwarte voor stage. Deze hele simpele met korte mouwtjes. Deze was maar 6 euro. En dan nog eentje met een colletje. En deze is zeg maar een beetje, ik weet niet of je het ziet, een beetje een ripstofje erin. En deze was 18 euro. Had ik ook nog een pakketje van Chiquel ontvangen. Chiquel is een Zweeds webshopje. Allemaal hele leuke spulletjes. Mooie kwaliteit ook, vind ik. En die hadden gevraagd of ik wat wilde uitzoeken. De verzending was ongeveer 1 tot 3 dagen met DHL. Ik had namelijk een... Nou, ik ga gewoon eerst even de dingetjes laten zien. Als eerst deze rode trui. In een one size is dit. Ik zal ook nog even aanbeelden tussendoor erbij doen. Deze trui. En ik vind hem echt heel mooi. Het stofje voelt echt super lekker dik aan ook. Mooie rode kleur. De prijzen en de linkjes en zo zal ik even in de beschrijving zetten. Maar het is echt een hele mooie stof. Ja, dit is dus een one size van Chiquel. Dan een blauwe trui, ook in een one size. En dit was volgens mij zo'n oversized trui die echt tot je knieën kwam. Oeh, hij pluist wel echt heel erg. Oh nee, het valt wel mee hoe lang die is. Hij heeft in ieder geval een Veas, een hele mooie kleur vind ik. En hij is best wel lang. Hij komt... Ja, oké, ik zou hem op zich wel met een legging dragen, denk ik. Maar dit voelt echt ook echt als een hele lekkere dikke trui aan. Heel leuk. Ik vind, zie wel dat als je katten hebt, zeg maar, gaan hier echt haren aan blijven hangen. Dus deze doe ik niet aan haar Miu, want die heeft katjes thuis. En dan nog iets waar ik heel blij mee ben, is deze kimono. Dat is zo'n satijnen kimono. Die heb je in een XS. Oh, hij voelt wel een beetje... hij voelt wel een beetje cheap aan eigenlijk. Maar oké. Okay. Deze, hij is licht roze. En hij heeft hier gewoon zo'n band. Hij voelt wel een beetje goedkoop aan, maar goed. Deze dus. In een XS. En dan was het, ik wilde heel erg graag, had ik aangegeven, deze jas. Even kijken waar die staat. Deze teddycoat. Die vond ik gewoon heel leuk. En ze zeiden, ja, is goed, die gaan we naar je opsturen, die vier dingen. Want ik had die vier dingen aangegeven. En in plaats van de teddycoat heb ik deze trui gekregen. Stel dat dit echt totaal niet mijn kleur is. Het is in een maatje. One size. Maar deze in ieder geval. En ik weet niet echt wat ik met deze trui ga doen. Want ik vind dat deze kleur mij niet staat. Maar goed, dat gaan we zien. Ik zal alle linkjes even in de beschrijving zetten. En ik zal zo meteen even aanbeelden erbij doen. Maar mijn camera is nu weer licht. Dus hij moet even verder in de oplader. En ja. Dat dus. Oké, dit is de eerste trui. Hij kriebelt wel een beetje. Maar hij komt ongeveer bij mij... Ja, het is op de helft van mijn bovenbeen. Ik moet hem ook wel omslaan, want hij is ietsjes te groot. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Gewoon als je een leuke broek of zo eronder aan hebt. Dus dat is deze. En het is echt een heel mooi kleurtje. Ik weet niet echt wat voor kleur het is eigenlijk. Maar ik vind het wel een heel erg mooi kleurtje. En een mooie V-hals. Hij kriebelt wel een beetje, dat wel. Dus ik zou er wel een shirtje of zo iets onder doen. Maar voor de rest is het wel echt heel erg leuk. Oké, let even niet op mijn pyjama broekje. En... schijnt de zon nou zo erg? Oké, okay, even iets meer om te nemen. Ja, zo zie je het wat beter. Dit is die rode trui. Deze zit zo lekker. Voelt ook echt mega lekker zacht aan. Ik weet niet of je het stofje heel erg goed kan zien. Maar het is echt zo'n mega lekker zacht stofje. En ik vind hem echt heel erg leuk. Kleur vind ik ook heel erg leuk. Ik denk dat dit mijn favoriet is van allemaal. Ja, deze vind ik echt heel erg leuk. Okay, dit is die trui die ik dus niet heb gekozen. Maar zoals jullie kunnen zien, of nou althans, ik vind dat deze kleur staat mij gewoon niet. Hij kriebelt ook een beetje, net zoals die blauwe. Mouwen zijn iets te lang, zoals je kunt zien. En ja, ik vind deze kleur gewoon niet leuk bij me staan. En het is niet zo omdat ik deze niet heb gevraagd, dat ik hem niet leuk vind. Want als die bijvoorbeeld met rood of roze of zwart was geweest, had ik hem wel echt leuk gevonden. Maar deze kleur, dit is gewoon niet mijn kleur, dus ja. Oké, en dit is die satijnen, soort van satijnen kimono. Ik weet niet echt. Misschien als hij in de was is geweest of gestreken dat hij wat mooier is. Kun je hem nu gewoon een beetje cheap voelen en eruit zien en zo. Maar op zich hij is wel leuk, zeg maar, als hij strakjes wat mooier zit. Oké, okay, ik heb me even snel omgekleed. Want Jane staat er als het goed is met de auto en we gaan er dansen. Leren jasjes van de Zara. Ik heb mijn nieuwe trui aan
Vanavond heb ik voor €4 mijn zwarte sportlegging en mijn Nike schoenen. Dus ik ga nu naar Jane toe. Die zit in de auto te wachten. Gaan we Melissa ophalen en dan gaan we dansen. Super gezellig. Oh yeah! We zijn klaar met dansen. We gaan nu naar huis en we gaan lekker carpoolen. Oh, hij filmt het al. Ja. Oké, wat willen jullie horen, jongens? Volgens mij is mijn kop er ook echt niet uit. Zit er geen spiegel in? Sorry jongens, mijn Spotify loopt weer eens vast. Nee. Wacht. Sowieso als we gaan rijden gaat hij vallen. Ja, dat was de vorige keer. Ik zit midden in zo'n, kijk. Ik zit echt in zo'n schaduwpunt. Beter. Wat willen jullie horen, jongens? Ja. Kijk, nu heb ik... Wacht even met rijden. Even eentje waar je lekker kan meezingen, schreven deze. Niet ja, maar dit is dus echt zo'n nummer. Nou, hier kan je toch lekker meeschrijven. Hier kan je toch meeschrijven. Ja, maar ik ga niet meeschrijven. Jouw tas staat ook nog hier. Ja, I know. Okay. Doei! Later! Oh, tja, tja. Mama. Zo, we zijn nog 12 minuten aan het filmen. Echt liedjes. Dat is bijna een vlog wat ik maak. Mm-hmm. Bij mij ook. Oh. Oh, wacht. Even goed op dicht. Ja. Nou, bedankt taxichauffeur. Dus loop mezelf nog mee naar huis. Jongens, nog 3 weken, precies. En zitten Janie en Luc ons nu klaar te maken om uit te gaan op Ibiza. Ik denk wel een beetje rond dit tijdstip. Ja, ik denk het. Hoe laat is het nu? 9 uur? Zoiets? 9:15? 9:10. Ja, ik denk oprecht dat we ons nu een beetje klaar aan het maken zijn dan om uit te gaan. Ja, oh my god. Ushuaia is maar op 600 meter afstand ja, van dus ons hotel. Ja, dus dan lopen we zeg maar zo. Zo, ja. Nu zo, maar dan met ons voetjes in het zand. En een beetje anders. Ga je bezweten kopjes. En opgetut. En ik beweeg echt veel te veel met mijn arm. Maar doei, ik ga de camera uitzetten. Want hij is al 13 minuten aan het filmen. Is hij dicht? Ik was even, ja. Ik twijfelde even dicht was, maar hij is dicht. Doei! Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en ik heb echt nog een ochtendhoofd. Ik zie er echt niet uit. Maar ik moet zo meteen naar school toe. Het is nu 9:50 en ik moet om 8:00 bij Char zijn. En zit ik lekker tot 4:00 op school, dus dat is top. De trui die ik aan heb is van de H&M. Die heb ik toen in de sale gekocht. Dus die is volgens mij niet meer verkrijgbaar. Maar het is een beetje een gebroken witte kleur. Dan heb ik
mijn Gucci riem om, mijn spijkerbroek van de Piece en mijn mini tonka's. Ik weet niet of jullie die ooit gezien hebben, maar die heb ik er weer aan. Omdat ik heb ook een nieuw jasje, die heb ik gisteren niet laten zien. Maar ik heb deze, van de Zara is die. En dit is zeg maar een soort van nep suède volgens mij. Het is volgens mij geen echt suède. Althans, hij was 50 euro. Ik weet niet dat je er een echt suède jasje voor hebt, denk ik. Maar deze in ieder geval, deze vind ik heel erg leuk. Deze wil ik vandaag heel erg gaan en ik dacht dat staat hier wel leuk bij. En ik heb ook dit rokje nog nieuw. Ook van de Zara. Deze. Een panterrokje, want ik heb nog niet genoeg panterprint in mijn kast hangen. Maar die vind ik heel erg leuk. En deze was 26 euro. Dus dat is deze. Maar die doe ik vandaag niet aan. Ik denk dat ik die morgen aan doe naar school. Of niet, ik weet het nog niet. Waarom zit hij niet goed? Maar in ieder geval die. Maar ik wil dus heel erg graag dat jasje hierbij aan. Maar ik moet even die spikkeltjes er ook afhalen. Of spikkeltjes. Er zitten van die papiertjes om die ritjes in. Dus die ga ik er ook even afhalen. Kaartje er even afhalen. Als je de code, even kijken, als je deze code, als je hem even op pauze zet en die code intypt bij de Zara site, ik wil zeggen Zara H&M, maar bij de Zara intypt, dan krijg je deze jas. Dus, ja, zo is hoe je de jas kan vinden. Even mijn mouw goed doen. Ik heb ook echt nog een ochtendstem, hij is heel... Ik vind hem echt heel leuk, deze. Hij is er nog een beetje uit ingezonderd. Even die dingetjes eraf. Mijn broertje is trouwens vandaag naar Parijs toe met school. Tot... Oh, jeetje, man, gaat het er zo lastig af. Tot... vrijdag is hij in Parijs. Echt super leuk, want ik ben een paar jaar geleden, 3 jaar geleden, ook met school naar Parijs geweest. En nu is hij aan de beurt. Even kijken, zit er nog ergens? Nee, volgens mij zijn ze er allemaal af. Dus, ik zal even het jasje beter laten zien in de spiegel. Dit is het jasje. En ik vind hem echt erg leuk. Ze hebben hem trouwens ook nog in het zwart. Maar ik vond deze bruine wel leuk, omdat ik eigenlijk nooit echt iets bruins heb. Dacht ik, nou, deze is wel leuk. Dus ik ga nu naar school toe. En als het goed is, mis je mijn schoenen erbij. Ja, wel een beetje. Maar ik ga nu naar school toe. Of wat dan sharp halen. En dan zie ik jullie of op school of daarna thuis weer. Oké, ik ben thuis uit school. Was best wel een beetje benauwd vandaag buiten. Maar ik heb even een joggingsbroek aangetrokken. Het lijkt op een spijkerbroek, maar het is gewoon een joggingsbroek. Daar had ik even zin in. En ik heb weer een pakketje binnengekregen. En nog een pakketje van de H&M. Want zoals ik al vertelde heb ik op stage altijd zwarte dingen nodig. En ik had geen zwarte dingen meer. Ik had nog maar één zwarte broek. Dus ik heb even een zwarte pantalon besteld. Gewoon heel simpel. Helemaal zwart is die. En aan de zijkant heeft hij een ritje. En hier kan je gewoon een ring doorheen doen. En ja, gewoon hele lange benen. En deze was 15 euro. En heb ik in een maatje 34 besteld. Dus dit modelletje. Misschien als je dit opzoekt op YouTube, wilde ik zeggen. Op de H&M zei dat je hem dan tegenkomt. Maar deze heb ik dus binnengekregen. En een pakketje. Ik had hem even opengemaakt om te kijken wat erin zat. Maar, want ik moet zo meteen heel even het sieradenmerk opzoeken. Van welke ik dit ook weer heb gekregen. Maar ik zal het even in de beschrijving zetten. Maar ik mocht dus weer wat uitzoeken. Maar ik krijg best wel veel van die reacties. Van die vraag of ik sieraden wil uitzoeken. Dus eigenlijk wilde ik het niet meer doen. Omdat ik nu best wel veel heb. En het klinkt misschien een beetje raar of zo. Maar ja, als ik het niet draag is het ook zonde. Maar toen dacht ik, misschien vindt mijn nichtje het leuk om iets uit te zoeken. Dus ik heb zeg maar voor haar 2 dingetjes uitgekozen. Als eerste een kettingje met sterretjes. Zeg maar een zilver kettingje. Ik heb hem zelf al in het goud van een ander webshopje. Maar voor mijn nichtje heb ik hem dus in het zilver. En ook heb ik voor haar dit ringetje. Ik ga het niet openmaken, want het is gewoon voor haar.
dit ringetje. En er staat dan, je ziet het denk ik niet zo heel goed. Er staat een I op, want het heet Isa. Dus deze, dus die heb ik voor haar. Dus die ga ik straks eventjes naar haar toe brengen. En ik zal het sieradenmerkje van welk... Oh, even een beetje uitzoomen. Van welk sieraden dingetje dit is. Van welk sieraden Instagram account dit is, zal ik even in de beschrijving zetten. Want ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Omdat ik er dus best wel veel krijg die het vragen. Maar ja, ik zal het even in de beschrijving zetten. En deze ga ik straks naar Isa brengen. Ik ga nu even deze broek opruimen. Denk even een video opnemen. Vanavond de 10.000 calorieën challenge bewerken, zodat die donderdag online kan. Hoi allemaal, het is vandaag woensdagochtend en ik praat nog een beetje zo. Want het is echt nog best wel vroeg hier zo. Het is 7:45 of zo. En het begint nu zeg maar steeds iets meer licht te worden buiten. Ik ga zo meteen naar school toe. Ik neem mijn camera mee, want... Shark hier en ik gaan even foto's maken in de pauze. Want we hebben een uur pauze. Want Keer is vrijdag jarig. En ze wil even een leuke foto voor op Instagram. Dus we gaan even de stad in. Want onze school in de stad is maar 5 minuutjes met scooter rijden. Dus ik neem mijn camera mee. Dus dan kan ik filmen. Dat lijkt me heel erg leuk. Om ook even een keertje buitenshuis te filmen. Wat ik vandaag aan heb is mijn nieuwe trui van de H&M. Mijn nieuwe panterhoekje van de Zara. Gucci riem. Panty en dan doe ik mijn groene Isabel Marantz erbij aan, want hetzelfde kleur als mijn trui. En een zwart leren jasje. Het luchtje die ik op heb is trouwens deze van Yves Saint Laurent. Die is echt heel erg lekker. Er vroeg laatst een meisje in mijn video of eronder van weet je misschien nog een lekker geurtje die ik misschien ook lekker vind. Maar ik vind de geur van Marc Jacobs is echt heel erg lekker. Dus dat is deze. Dit is Daisy Trim. En dit is denk ik echt wel mijn favoriet. Dat is gewoon Daisy. Dus van Marc Jacobs. En die vind ik echt vet lekker. Ik ga even mijn tas inpakken. Of althans even. Ik heb mijn schooltas zeg maar met spullen wel ingepakt. Maar we hebben ook praktijk. Ik moet even handdoeken pakken. Ik ga even mijn schoenen aandoen. Mijn jasje pakken. Mijn leren jasjes van de Zara trouwens ook. En dan ga ik naar school toe, want om 8 uur is Char hier om ze ophalen. En dan rijden we samen naar school toe. Ik ga vandaag naar huis. Toen reed ik hier lang. Ja. Wil je dat zien? Zo'n volle blowpipe, weet je wel. Oh, helemaal perfect. Keer is vrijdag jaar, dus we gaan even een foto maken. Kijk. Ja, mijn telefoon hoor. Kan ook met mijn camera hoor. Oh. Kijk, dit is mooi licht als je hier zo staat. Als je daar gaat staan. Er lopen allemaal mensen. Nou hem. Maar als deze mannetjes weg zijn, zijn niet meer. Doe je jas uit? Ik eigenlijk nu al. Nee, yeah. Ik moet gewoon even in de moed komen. Ik ben al in de moed. Ik heb dat niet, 3, 2, 1. Maar hoe wil je gaan staan? Ja, dat weet ik ook. Wil je jas uit, hè? Ja, de. Want ik kan helemaal... Welkom bij een nieuwe aflevering van Foto's maken met ons. Fleur en Co. Fleur en Co. Is zo koud? Nee, hè? Ik heb ook niet koud met mijn punt. Er zijn zoveel toeristen vandaag hier, dat is niet normaal. Allemaal scholen. Die bus kwam uit Spanje, zag je dat? Er reed toch een bus voor ons die zwart, hè? Kijk hoe het eruit ziet, want daar zit mezelf op zitten. Hier, keer, dan moet je echt gaan staan. Oh, ja. Wil je in de schaduw kijken? Wat hebben we? Oké, okay, ga staan, dan weet je hoe je is. Maar dan weet je hoe je eruit ziet. Weet je... Dan, nee, we moeten even kijken waar het licht komt. Ach, dan op die zijn ze ook fucking mooi gewoon. Maar ik weet het goed hoe het staat. Ja, maar dan hang jij dat nog even voor je. Kijk al. Ja, mannen hebben dat altijd. Nee, dit is gezellig. Dit is leuk. Het is gezellig, ja. Foto's maken in de pauze. Heb je, zit er leuk erbij? Ja. Ik vind het wel leuk. Dit is kapot mooi. Hou je hard zo. Oh, hou zo. Niet bewegen. Ga naar achter. Niet bewegen. Maar nu zit het helemaal goed. Nee, niet zo mooi. Ja, kijk naar achter zo'n beetje zo. Nu lachen. Ik heb bijna toch. Ik ga stuk. Nieuw kind. Tweede zak van vandaag. Oh my god, ja. 500 gram. Kijk op. Is het wel? Ja. Oké, okay, ik ben thuis uit school en ik ga even
een thumbnail maken voor de 10.000 calorie challenge, want die komt morgen online. Ja. Vanavond ga ik bij Miu slapen, dus dat is vet gezellig. We gaan zo meteen eten, want het is al... Het is nu 5 uur. We mochten eerder weg bij school, dus dat was heel erg chill. We gaan zo meteen even eten. En daarna ga ik naar Milan toe. Dus dat is heel erg gezellig. Morgen heb ik stage weer van 12 tot 9. En vrijdag heb ik stage van 9 tot 6. Dus dat zijn twee lange dagen. Aan de ene kant vind ik het wel leuk, maar aan de andere kant kijk ik er ook wel een beetje tegenop. Maar goed, ik moet gewoon even deze dagen overleven en dat komt helemaal goed. Ik ga nu even die thumbnail maken en even erin zetten en zo. Ga ik even een andere video bewerken die volgende week online komt. Ik ga bij Miu niet filmen, dus ik neem mijn camera ook niet mee. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Jongens, buiten huis. Jawel, ik heb een stage namelijk. Kijk even het uitzicht. Ik wil echt net zeggen. Je ziet het niet zo goed, wacht. Ik wil dat trouwens wel met meteen van elkaar. Kijk nou. Hoe mooi. Hoe mooi. Ja, op zich, het licht is nog best wel oké hier. Als je hier filmt, kan je best goed filmen. Heb ik een honger? En iets lekker. Ik zou je ook nog een keer moeten mukken of zo. Mensen hebben zoveel vragen. Ik heb nu wel heel veel vragen beantwoord in die mukbang of in die challenge. We kunnen dat wel doen als we in de herfstvakantie foto's gaan maken en in de avond sushi gaan bestellen. Ja. Toch? Maar dan moet je dat niet meer op je bed gaan doen, want dat is echt een rare setting. Ja. Gewoon aan de keukentafel. Of aan de bar, is ook leuk. Aan de bar? Aan de bar. Ja. Wanneer wil de Miu ook weer in je vlog komen? Ja. Bij 10.000 abonnees, maar hij doet nog steeds niet, terwijl ik wel 10.000 abonnees heb. Wat zijn die dingen op dat gebouw daar? Dat ding dan. Je hebt je leuk zien, hè? Nee. Dat zie je toch niet. Zonnepanelen. Hè? Zonnepanelen. Fleur, zonnepanelen zitten zo op een dak. En oh, ik dacht dat je die schuine bedoelde. Nee, die soort helikopterachtige dingen. Nou, misschien voor de wind of zo. Het is om daar geen wind te dan. Ik wil echt een keer een foto maken op het dak hier. Oh my god, ja. Voor gewoon in mijn pauze naar buiten lopen. Ayo. Maar weet je wat ik wil? Ik wil er veel. Dus zeg maar zo half met je benen uit het raam zitten en dan een leuk foto. Dan heb je dit als achtergrond. Maar jij hebt een smalle raampje met je benen half doe. Zo, kijk. Hoe draai je het om? Oh zo. Ja, ik kan niet verder open. Oh zo, heb ik gedaan zo. Ja, leuk! Maar dan heb je dit achtergrond. Wonen daar acht mensen, denk je? Fleur, die zijn geen huizen, omdat ze het huizen zijn. Er zitten ook mensen in. Maar kijk, het ziet eruit als een krekpoort. Ja, dat is wel zo. Kijk, oké. Hoi, allemaal. Het is donderdagavond. Het is. 10 uur. En ik ben thuis uit stage, maar ik wilde toch nog eventjes weer graag filmen. Want ik heb een pakketje binnen van de H&M, want ik heb echt iets onwijs leuks besteld. Maar ik wilde het heel erg graag met jullie samen uitpakken. En ik kon niet wachten tot morgen, dus vandaar. Ik heb aan het eind van deze video, dus het einde van de weekvlogs, zondag, heb ik ook nog een hele leuke winactie voor jullie. Dus wil je nou weten wat de winactie is, moet je zeker tot het einde blijven kijken van deze weekvlog. Ik heb ook wat dingetjes op stage gefilmd met mijn telefoon. Ik ga het er gewoon in doen. Ik weet niet of het goede kwaliteit is of het leuk is geworden, maar morgen neem ik mijn camera mee naar stage. Dus dan zal ik daar ook wel wat dingen mee filmen. Trui van de H&M, shirtje wat hieronder zit is van de Zara. Mijn broekjes van de H&M en mijn schoenen zijn van Superga. En die ga ik nog een keertje openmaken. Ik heb namelijk een jas besteld. En ik vond hem er gewoon echt super gaaf uitzien. Maar ik weet dus niet of ik er te klein voor ben. Ik ben namelijk maar 1,60. Voor alle meest gestelde vragen kunnen jullie in de beschrijving kijken. Daar zijn alle vragen in en zo. Maar ik had dus deze jas gezien op H&M. En zag ik hem opeens op Instagram bij Ines Gomez. En toen dacht ik, oh my god. Die wil ik hebben. Dus die heb ik toen besteld. In een maatje 32. Want ik dacht dan valt die misschien iets korter. Want ik had gehoord dat hij best wel oversized viel. Hij was €60. Oh, het stofje is heel mooi.
Heel mooi stofje. Oeh, hij is wel echt mega reet lang. Oké, mouwen zijn goed. Daar ben ik blij mee. De lengte is lang, maar ik vind hem op zich echt een beetje goed aan in de spiegel kijken. Oh, ik vind hem wel echt leuk. Hij is wel groot. Of zeg maar niet groot, maar overzij. Maar ik vind hem wel echt leuk. Ik weet, ik ga even mijn trui eronderuit doen. Kijken hoe dat staat. Ja, het is een beetje donker in mijn kamer, sorry. Maar hij is dus tot aan mijn knieën. Iets over mijn knieën. Ik vind alleen die mouw, hier zo dit plooitje, een beetje gek. Of ligt het aan mij? Ik weet het niet zo goed. Hij kriebelt ook heel erg aan de binnenkant. Ik vind hem wel leuk. Maar ga ik dit dragen? Dat is natuurlijk de grootste vraag van allemaal. Ga ik dit dragen? Hij is wel echt mokertje lang. Lijkt me de badjas zo lang bij mij is die. Maar ik vind het wel echt gaaf. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag en ik ben terug van stage. Dus daarom dat het alweer wat ietsjes donkerder was. Nu is het weer wat lichter. Ik ben thuis op de stage, het is nu 6:30. Milan die komt zo meteen hierheen, die blijft hier vanavond slapen. En, maar ik heb vanavond de verjaardag van Keer, dus daar ga ik wel gewoon heen. Maar Mews hier gewoon met mijn broertje en zo. We gaan niet meer uit, want Char is ziek. Dus daar gaan we niet heen. We gaan niet uit, maar ik ga wel naar Keer eventjes toe. En daarna ga ik gewoon lekker naar huis, lekker slapen. Morgen moet ik werken. Ik ga opnieuw voetballen en morgenavond gaan we weer samen slapen. Dus dat is echt vet gezellig. Dus ja, ik ga nu even een beetje mijn kamer opruimen. Want zoals je heel snel kan zien, is het echt een enorme troep. En mijn kussen, want ik had natuurlijk deze kussenhoes gekocht bij de H&M maandag. Maar ze hadden daar geen kussen binnenkant. Dus die heb ik besteld. Maar die is bezorgd bij de buren vandaag. Want ik was niet thuis. En er was niemand thuis. En nu zijn de buren niet thuis. Dus nu kan ik het kussentje niet ophalen. Echt vet irritant. Maar goed. Ik ben er nog steeds niet over uit of ik die roze jas ga houden. Dan ga ik straks even aan mijn moeder en aan Mio en zo vragen wat zij ervan vinden. Ik denk dat zij hem niet leuk gaan vinden. Ik denk ook niet dat ik hem... Ja, ik weet niet of ik hem ga houden. Ik twijfel gewoon heel erg. Omdat die mouwen... Wacht, ik ga hem nog even één keer aantrekken. Dan kan je zien wat ik bedoel. Ik had hem wel even in mijn kast gehangen. Want ja, dan blijft hij gewoon mooi. Kan ik hem tenminste nog terugsturen. Kijk, die binnenkant. Ik weet niet of je het ziet. Maar het voelt heel raar. Met lange mouwen is dat niet erg. Maar met korte mouwen. Kijk, ik weet niet of je ziet wat ik bedoel. Maar die mouwen zijn heel raar. Zie je dat? Ik vind hem op zich wel leuk. Want als je zo zeg maar een beetje ervoor gaat staan. Maar zo je hand in je zak en zo. Weet je, dan vind ik hem echt wel leuk zo. Maar als je gewoon zo staat als een zoutzak. Kijk die arm, die mouw. Dus ik weet het niet. Ik vind wel echt het kleurtje echt leuk. En hij is wel een beetje lang. Maar op zich vind ik dat niet eens het vervelende. Ik vind, dacht dat ik de lengte heel erg irritant zou vinden. Maar dat is het niet eens. Het zijn gewoon die armen. Oh, ik weet het niet. Maar hij komt dus van de H&M. Ja, goed verhaal. Ik ga even mijn kamer opruimen. Maar ja, ik ga nu even mijn kamer opruimen. En dan zie ik jullie denk ik vanavond bij keer of zo weer dan een film komen met mijn telefoon denk ik. Want ik ga mijn camera niet meenemen. Dus, doei. Hoi. Dat is een normaal filmpje. Dat wordt volop. Oh my god. En het ging een feestje. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hier ben ik. Hey. Hier ben ik. Hey. Maar waar zit die op? Zij is zo blij, wat kerel die is jarig en nog steeds blij. Zij is zo blij,
vandaag zondag en ik heb gisteren niet gefilmd omdat ik gisteren echt de hele dag had gewerkt. En daarna ben ik naar Milan toe gegaan, dus heb ik eigenlijk niet echt meer gefilmd. Maar ik heb ook niet echt iets boeiends gedaan, dus ja, nou ja. Goed, de weekvlog is lang genoeg, dus ik hoop niet dat jullie het erg vinden dat ik gisteren niet heb gefilmd. Zoals jullie hierachter kunnen zien, heb ik eindelijk mijn kussentje. Ik zal hem even pakken. Sorry, ik heb gewoon mijn pyjama broek aan. Maar ik had natuurlijk al aan het begin van deze week nog laten zien dat ik dit kussentje had gekocht. Maar eindelijk is ook het binnenkussentje binnengekomen. Dus nu heb ik een heel lekker zacht mooi roze kussentje voor op mijn bed. Ik heb die gele ook gelijk weggehaald. Maar ik vind het wel leuk zo, dat roze met blauw en grijs en wit en zo. En ik had natuurlijk aan jullie verteld dat jullie tot het einde van deze video moesten blijven kijken voor een hele leuke winactie. Want ik heb namelijk voor jullie een winactie in samenwerking met i-hoesjes.nl. Ik heb van hun een hoesje ontvangen. Die kan ik echt super stom, maar helaas niet laten zien, want ik ben bij nieuw vergeten. Maar ik zal hier even in beeld zetten om welk hoesje het gaat. Ik had een heel mooi doorzichtig hoesje uitgekozen voor mijn telefoon, waar ik echt ontzettend blij mee ben. Maar ik ben dus vergeten bij Milan thuis. Super stom, maar ik wilde dit gewoon vandaag filmen, dus ik kon het ook niet meer, ja, laten zien. Maar goed, ik heb met hun dus een samenwerking gehad en een winactie. Jullie kunnen namelijk een hoesje winnen. Wat jullie daarvoor moeten doen is, jullie moeten i-hoesjes.nl volgen op Instagram. Ik zal een linkje even in de beschrijving zetten, zodat je daar gewoon op kan klikken. Je moet mij volgen op Instagram. Je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal. En wat je kunt doen om dus het hoesje te winnen, is je gaat naar de site i-hoesjes.nl. Maak een screenshot van het hoesje die jij het leukst vindt. Zet dat in je Instagram verhaal. Tag i-hoesjes en mij erin. En volgende week, in de volgende weekvlog, wordt de winnaar bekendgemaakt. Dus je kan tot zondag 7 oktober meedoen. En in de weekvlog van maandag 8 oktober wordt dus de winnaar of winnares bekendgemaakt. Ik zal alle dingetjes die je moet doen nog eventjes in de beschrijving zetten, zodat je daar nog rustig kan lezen wat nou precies de bedoeling is. Maar ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd. De hoesjes zijn echt top. De kwaliteit is echt top. En ja, dat hoesje is gewoon echt, oh, hemels. Iets wat ik wilde laten zien is een trui die ik binnen heb gekregen van de H&M. Ik ga nu echt stoppen met bestellen, jongens. Maar ik had echt even goede truien nodig. Dat is namelijk deze trui. Een beige trui met een V-hals. Het stofje is echt bizar mooi. Echt een heel erg lekker stofje. Hij was 30 euro. Het staat er niet op omdat ik hem besteld heb. Maar ik heb hem in een maatje XS. 30 euro van de H&M. Als ik hem kan vinden, zal ik hem in de beschrijving zetten. Kan ik hem niet vinden, staat hij dus niet in de beschrijving. Maar deze dus. En de winactie echt mega, mega leuk. Kijk nog even in de beschrijving voor alle dingen die je moet doen. Bij deze ga ik ook gelijk de weekvlog afsluiten. Kan ik hem bewerken en alvast inplannen voor morgen. Want we gaan vanavond bij mijn opa eten. Dus ik heb er vanavond verder geen tijd meer voor. En we gaan ook niet echt heel bijzonders meer doen om te kunnen filmen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet zeker niet mee te doen aan de winactie. Zou ik heel erg leuk vinden. Een ijshoesje zou het ook heel erg leuk vinden als jullie meedoen. Dus ja, ik hoop dat jullie een hele leuke weekvlog vonden. En tot volgende week. Doei doei!